We staan hier ondertussen bovenop de Brielschans. En zie hoe wijd dat het hier eigenlijk is. En het geeft meteen een idee hoe groot die schansen waren opgevat. En bedenk dat er zo 6 waren rond Antwerpen. Nu, in 1900 blijkt dat deze schansen en de forten niet meer voldoende waren voor de veranderende wapens die in omloop kwamen. En men beslist om er nog een gordel bij te bouwen. Een gordel van forten. En een paar zijn daarvan gekend, bijvoorbeeld Walem, Breendonk, dat zijn daar 2 mooie voorbeelden van. Liezelen is ook een fort dat je daar kunt bijrekenen. En die 2 fortengordels en de omwalling moest dan de oprukkende legers tegenhouden. Nu, wat je ook kan afvragen is, heeft die omwalling, hebben de forten die men na 1900 nog heeft bijgebouwd, zoals Walem, zoals Breendonk, hebben die zin gehad? Nu, die eerste omwalling en die eerste fortengordel, die heeft de Duitse aanval een beetje vertraagd. Want wat waren de Duitsers van plan? Ze vallen België binnen op 4 augustus via Luik en ze wilden oorspronkelijk onmiddellijk doorstoten naar Frankrijk. Nu, omdat wij als Belg de neutraliteit moeten verdedigen van deze regio, gaan ze toch die Duitsers aanvallen in de flank. En dat vinden die Duitsers uiteraard niet zo aangenaam. Uiteindelijk beslissen dan die Duitsers om toch Antwerpen te gaan aanvallen en ze beginnen om vanuit Vilvoorde Antwerpen te beschieten. Op dat ogenblik is het bestuur vanuit Brussel al naar Antwerpen gevlucht. Dat is gebeurd op 20 augustus. En men hoopt daar natuurlijk veilig te zitten, maar al gauw blijkt dat dat niet lukt. Maar dankzij die fortengordel gaat men die aanval op Antwerpen toch een heel klein beetje kunnen vertragen. Op 9 oktober zal de laatste soldaat vanuit Antwerpen via een brug, een aangelegde brug, Antwerpen kunnen ontvluchten. En zal Antwerpen ingenomen worden door die Duitsers.